De Driekoningenvoettocht start dit jaar in Odijk. Ongeveer 125 wandelaars gaan op pad en spreken met elkaar over dank onderweg, het thema van dit jaar. De drie koningen, die in het Driekoningenpak werden gehesen, kwamen dit jaar uit de groep Avondwaken en Uitvaart. Zij ontmoeten veel dankbaarheid van parochianen die ze begeleiden om op een goede manier afscheid te kunnen nemen van overleden dierbaren. Ze vertellen waar ze dankbaar voor zijn. Wat maakt jou dan, als koning zijnde, dankbaar om dit vrijwilligerswerk te doen? En ze nemen zelfs een cadeau mee. Mag ik de koning uitnodigen om daar iets over te vertellen? Dankbaar ben ik voor mijn gezondheid. En ik ben dankbaar dat ik mag zorgen voor mensen die ziek zijn. Dankbaar ben ik voor de kracht die ik telkens weer krijg om mensen bij te mogen staan in verlies en rouw. En in dankbaarheid ga ik vandaag op weg. Dankbaar voor de actieve loopbaan die ik heb mogen hebben. Zelfs op mijn 58e nog een nieuwe baan gevonden waar ik met heel veel plezier in het onderwijs ben gaan werken. Dankbaar voor drie fantastische jongens en hun partners en onze vijf kleinkinderen. Het is heel bijzonder om te merken hoe dankbaar mensen zijn dat je een zeer geliefd persoon van iemand een laatste eer bewijst. Ook de wandelaars wordt gevraagd met elkaar van gedachten te wisselen over het thema dankbaarheid onderweg. Wat stemt jou tot dankbaarheid? Je gezondheid, de gezondheid van je gezin, je kinderen, je kleinkinderen. Het feit dat je huwelijk goed is. Het zijn allemaal zaken waar je heel erg dankbaar voor moet zijn. En we lopen nu een prachtige tocht met prachtig weer. Dus ook iets om dankbaar voor te zijn. Ik ben dankbaar voor het feit dat ik de afgelopen jaren mantelzorger heb mogen zijn. Bij het ziekbed van mijn vader en bij mijn moeder. En dat op een gegeven moment toen er geen houden meer aan was. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden. En mijn moeder wilde op een gegeven moment naar hem toe. Ze was klaar ermee. Dat hebben we met z'n allen moeten respecteren. Maar dat we dat op een gegeven moment heel mooi hebben af kunnen sluiten in de kerk met prachtige vieringen. Voorgegaan door toegeruste leken. En daar kijken we met z'n allen heel dankbaar op terug. En ik ben ook heel dankbaar voor het vrijwilligerswerk dat ik voor de kerk mag doen. Dat geeft heel veel voldoening. Ik ben dankbaar dat ik op de wereld besta en dat ik een familie en een gezin heb. Ik ben er dankbaar voor dat ik lieve ouders heb en een leuke familie. En ik ben dankbaar dat ik op mijn middelbare school terecht ben gekomen en dat ik niet was uitgeloot. En ik ben dankbaar dat we hier nu met z'n allen zijn. Gewoon voor deze dag en zo met zo'n groep lekker lopen. Ik heb het vorig jaar voor het eerst gedaan. En ik vind de organisatie super, dat wil ik nog even zeggen. En dat is ook wel dankbaar, dat er zoveel mensen dingen voor je doen en je alleen maar hoeft te lopen. Ik ben dankbaar dat ik God ken. Of dat Hij mij kent, ik weet niet hoe ik het eigenlijk moet zeggen. Maar zo zou ik het willen benoemen eigenlijk. Dat ik dankbaar ben dat Hij mij kent. Ja. Ik ben dankbaar voor de dingen waar de meeste mensen dankbaar voor zijn. Gezondheid, een fijn gezin, leuke kleinkinderen. Maar in het kader van deze tocht, als ik dan denk waar ik dankbaar voor ben, dan denk ik dat het mijn stem is. Die ik mag inzetten bij diverse koren. Ook bijvoorbeeld bij het koor Omnia voor de rouw- en trouwdiensten. Dat we mee mogen doen aan deze Drie Koningenwandeltocht. Dat wij tevens gezond zijn om te kunnen doen. En dat wij ook nog werk hebben wat ook van hoop mensen niet gegeven is. Halverwege wordt gepauzeerd. De dag wordt afgesloten met een lichtjesviering in de kerk van Wijk bij Duurstede. Als wijze koning wil ik het voor ons pasgeboren kind wierook aanbieden. Om hem zo te laten weten dat wij hem eren en dankbaar zijn voor wat hij in
zijn leven voor mij en voor ons heeft gedaan. Dankbaar voor wat hij in ons leven betekent, wil ik hem ons schouderhart aanbieden. Ik, als wijze koning, wil het ons pasgeboren kind Mirre aanbieden. Dit kleine kind dat in zijn latere leven vele levens heeft verzacht door wie hij was en wat hij ons gaf. En als hij de weg kwijtraakt, geen vaste grond meer vindt, de route even niet meer weet, mogen Gods stem je zeggen, wees niet bang, ik zal er zijn. Volg mij, alles komt goed. Ga er van hieruit heen, dankbaar en vol vertrouwen in zijn naam. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.